Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Ultrex, de enige echte natuurlijk. Nou, hoe waren de twee kermissen? Zo, dat is in één keer een veel beter licht zo. Ik zit daar tegenwoordig s'avonds zit ik vaak in de donker. Ik vind het gewoon lekker om het licht uit te doen. Ik vind het ook wel eens lekker om een beetje verlichting te hebben van de televisie en van mijn computer en voor de rest lekker alle lampjes uit te doen. Maar hoe was de kermis in Rijswijk en hoe was de kermis in Nijmegen? Hoe waren ze? De kermis in Rijswijk, daar begonnen we afgelopen zaterdag mee. Ja, wat moet ik ervan zeggen? Wat een slechte kermis. Echt, ik vond er geen ene fluit. Zal ik het nou netjes zeggen? Ik vond er geen ene fluit aan. Ik vond het echt slecht. Veel te druk, veel te kort op elkaar allemaal. Echt zulke dunne paadjes waar je doorheen moest lopen. Ja, jullie hebben het gezien. Ik heb een rondje gedaan en toen was ik het eigenlijk ook alweer gelijk zat. Nee, ik vond het echt een slechte kermis. En daarom zijn we ook weer heel snel weggegaan, Kevin, Joost en ik. Ja, het was echt heel slecht. En toen ik eigenlijk al op die kermis kwam, toen stond ik eigenlijk al met mijn mobieltje te kijken van, joh, is er niks beters op deze week? Of in ieder geval deze dag waar we naartoe kunnen, want nee, het was niet echt mijn kermis. Ik vond het niet een leuke kermis. Toen gingen we naar de McDonald's toe. We zijn bij de McDonald's even lekker wezen eten. En toen zijn we naar de kermis in Nijmegen geweest. De kermis in Nijmegen. Ja, het was de plaats waar ik vorig jaar echt een hele slechte kermis avond had met Ger, Ricardo, wie waren er nog meer bij, en Kevin alleen volgens mij, ja, want Joost was er niet bij, klopt, dus, en dat kwam niet door de kermis zelf, want de kermis was echt heel leuk opgezet, maar het regende die dag, het was echt ontzettend slecht, en Dan moet ik even kijken. Nee, ik kan hem zoeken. Nee, hij staat op mijn computer. Nou ja, hier staat al een heel klein stukje. Ik ga het lekker nog niet laten zien. Even een grote vinger eroverheen. Zo, jullie kunnen het lekker niet zien. Dit is de lijst, jongens. De lijst. Ik ga een lijst maken. Ik had voor mij al een keer gezegd. Van wat zijn alle kermissen, op wat voor plaats staan ze, de top zoveel kermissen van 2021. Nou, ongeveer 3-4 maanden geleden hebben wij Park Hilaria gedaan in Eindhoven. Eindhoven die bleef eigenlijk maar op nummer 1 staan. En ik zei al tegen die jongens van, ik heb het gevoel dat Park Hilaria niet meer van die eerste plaats af gaat. Ik denk dat hij op de eerste plaats blijft. Ja, en toen ging ik afgelopen zaterdag naar Nijmegen toe. En Nijmegen, die heb eigenlijk Eindhoven van de eerste plaats verdreven. Want momenteel staat Nijmegen bovenaan. Ik ga nou niet meer verder erover hebben. Want anders hoef ik die top zoveel niet meer te maken. Maar Nijmegen was echt een super kermis. Op een fantastische locatie. Echt waar, dat brugje naar beneden. Jullie hebben het gezien. Dat je een heel mooi overzicht had over de hele kermis. De reactor die vlak onder de brug stond. Samen met een poliep. En ja, natuurlijk de chaos. Die was er weer geweldig. Super. Ik heb echt een ontzettende leuke kermis gehad daar. Ik ben blij dat ik hem gedaan heb. Ik heb er echt geen spijt van. Als ik het geweten had, dan had ik Rijswijk gewoon helemaal niet genomen. Dan had ik in één keer doorgereden naar Nijmegen. Want Nijmegen was echt een leuke kermis. Jammer dat we een beetje later aankwamen. Maar een super mooie kermis. Echt een van mijn
top kermissen dit jaar. Ik vond Nijmegen vond ik echt een ontzettend leuke kermis. Dus ja, een super kermis. Een hele matige kermis. Afgewisseld met een hele goede kermis. Nijmegen was echt leuk. En ik heb het echt ontzettend naar mijn zin gehad. En ja, wat was de locatie prachtig. Dat eindshot ook. Ik had al tegen Joost gezegd van ik wil die eindshot. De afsluiten van de vlog wil ik echt op die plek hebben. Want het is echt een ontzettende mooie locatie. Dus dat heb ik ook gedaan. En het was echt een ontzettende toffe kermis. Nou, dit was de vlog voor vandaag. Eventjes een kleine napraat over hoe de kermis was. Het was een leuke kermis. Ik heb het ontzettend naar mijn zin gehad. Ja, Rijswijk was helaas jammer. Maar ja, jullie hebben in ieder geval een kleine impressie gehad van hoe het was in Rijswijk. Ja, niet veel soeps. Ik vond een hele slechte kermis. Smalle paadjes. En nee, niet mijn kermis in ieder geval. Ik hoop in ieder geval dat we volgende week aankomende zaterdag ook weer naar een kermis gaan. En ik weet al twee locaties waar ik heen wil. Ik weet nog niet de volgorde. Maar ik wil waarschijnlijk 2 dagen gaan. Ik wil waarschijnlijk op vrijdag en op zaterdag wil ik naar de kermis gaan. En ja, waar die kermissen zijn, dan moeten jullie nog even het kanaal in de gaten blijven houden. Want er komen nog een heleboel dingen komen aan. Nou, ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal. Druk op belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden. En ik spreek jullie allemaal weer bij een nieuwe vlog hier op mijn kanaal. Jongens, groetjes van deze kant en ik zou zeggen, bye bye, hoi!